Ruud Hondebrink verdedigde 15 jaar de kleuren van voetbalclub Oranje Nassau. Hij neemt afscheid van het eerste elftal en gaat verder in het derde. Hij kreeg van het bestuur een afscheidswedstrijd aangeboden. Wat heeft Oranje Nassau voor jou betekend in de loop der jaren? Nou, Oranje Nassau betekent voor mij heel veel. Ik ben hier in de jeugd begonnen. Ik heb hier heel veel vrienden. Ik hou van het spelletje en van de vereniging. Het is gewoon mijn clubje. Nou ben jij niet een jongen die graag in de belangstelling wil staan. En toch vanavond deze afscheidswedstrijd. Wel bijzonder. Want we hoorden net dat het 12 jaar geleden is dat er voor het laatst een afscheidswedstrijd is gespeeld bij Oranje Nassau. Ja, dat geeft misschien aan wat ik heb betekend voor de vereniging. Daar ben ik ook helemaal niet bewust van in al die jaren. Je voetbalt gewoon met veel plezier. En dan heb ik afgelopen seizoen mijn afscheid aangekondigd. En dan komen ze met de afscheidswedstrijd. Dat is gewoon geweldig. Toch niet een klein beetje heimwee nu al? Heel eerlijk gezegd, wel een klein beetje. Maar dat gaat ook wel weer over. Als het niet goed gaat, kunnen ze nog een beroep op je doen? Ik train dit seizoen sowieso nog twee keer in de week mee met de eerste selectie. En daarnaast voetbal ik in de derde. Dus helemaal weg bij de vereniging ben ik niet. En mocht de Noord aan de man zijn, dan ben ik beschikbaar. Je bent ook populair bij je nichtjes en neefjes, hè? Ja, klopt. Die zijn ook uitgenodigd. Die zijn pupil van de week vandaag. Die mogen de aftrap verzorgen. En voor die kinderen is het ook een geweldige ervaring, denk ik. Timme, vertel eens. Wat doe jij altijd met oom Ruud? Voetballen. Ja. En wat doe jij, dat is jouw broertje, en wat doe jij dan met oom Ruud? Voetballen. En wat doe jij met oom Ruud? Ook voetballen. Wat doe jij met oom Ruud? Voetballen. Ga dan nog eens spelletje spelen. Dat zijn mijn roots. Mijn vader die komt uit de Zuid-Molukken. En ik ben een aantal keren terug geweest, gekeken. En dit zijn eigenlijk onze voorouders, de Alifoeren. En kenmerkend daarvoor is de rode doeken. En ik vind het erg fijn om het te schilderen. Nu 2 jaar, eigenlijk anderhalf jaar bij de Panteristen. Ja. En dat bevalt wel? Het bevalt heel goed. Het is een hele gezellige groep mensen en iedereen heeft plezier erin en je helpt elkaar. En je krijgt inspiratie van elkaar. Door mijn revalidatie ben ik gaan schilderen. En daar heb ik dingetjes opgepikt. Door de kunstenaar zijn troesing. En zo ben ik gaan schilderen.
Dank u wel. De gemeente rooit de jeneverbessen onder de eiken langs een van de hoofdlanen van de begraafplaats het Groenendaal. Ze zijn sinds een paar jaar besmet met de plantenziekte perenvuur en ze zijn zo ziek dat ze allemaal gerooid moeten worden en dat zal het beeld van de laan drastisch veranderen. Direct na de vakantie begint men ermee, dan kan er nog gras ingezaaid worden zodat de gezonsgroen de winter ingaan. Nieuwe jeneverbessen inplanten is geen oplossing, want de grote moeraseiken geven zoveel schaduw dat de nieuwe aanplant het niet zal redden. Tot nu toe? Wel goed. Ja? Ja. Ja. En hebt u al wat gegeten? Ik heb wat gegeten, tot op heden goed. Alleen ja, die brandnetelthee of brandnetelsoep, die kwam iets erg naar voren. We hadden twee oorlogsstrijders die bij ons thuis waren. Die hebben we daar meegedaan. Die hebben gedeelte van de Wierdense straat, van de Overweg tot aan de bank, die moesten ze beveiligen. En na die tijd moesten ze snel wegwijken. Naar Utrecht, want in Utrecht waren ze op dat moment ondergedoken. U bent hier vanavond bij het verzet Kraakt. Hoe was tot nu toe uw indruk van het geheel? Ja, ik heb me er geen voorstelling van gemaakt, maar ik vind het een hele organisatie. Ja. En hoe bevalt het eten? Goed. Thank you.
Het werk van Joost van den Toren bestaat vooral uit bronzen beelden, meestal opgebouwd uit herkenbare vormen. Hier het bronzen Mystery Zone uit 1995. Nodigen een serieuze rechtbank en een vrolijke pinguïn u uit tot bezinning?